Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 2 juni van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we weinig wolken boven Nederland. We hebben dan ook een mooie ochtend met veel zonneschijn en een zwakke wind vanuit het oosten. Later op de dag neemt van het zuiden uit de bewolking toe, maar het blijft op veel plaatsen toch nog wel vrij zonnig. En het wordt zomers warm met 24 tot 28 graden. Later op de dag kan er in het zuiden een enkele regen- of onweersbui gaan vallen. Vanavond valt er dan lokaal ook nog een enkele bui in het zuiden. Verder is het droog en nog lang warm met 20 tot 24 graden en niet al te veel wind vanuit het oosten. Morgen wordt de warme lucht verdreven, maar in het oosten kan het nog 24 graden worden. Het is wisselend bewolkt en vooral in het oosten vallen een aantal buien mogelijk met onweer. En de wind draait geleidelijk naar het westen. De dagen daarna is het wisselend en minder warm met een graad of 20. Zondag is het vrijwel droog en af en toe schijnt de zon, maar vanaf maandag vallen er weer een aantal buien. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.